De 35-jarige SB die gisteren is neergeschoten door de 26-jarige VR nabij het Fort Zeelandia is niet overleden. VR, die daarna de hand aan zichzelf sloeg, is wel door de schotverwonding overleden. De politie bevestigt dit. Het nieuws staat haaks op berichten vanuit mediakanalen, al zou de vrouw de geest hebben gegeven in het ziekenhuis. De vrouw die een schot in het gelaat incasseerde, is wel in kritieke toestand. Het voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat de vrouw eerst is mishandeld alvorens op haar is geschoten. De zaak is nog steeds in onderzoek bij de afdeling kapitale delicten.